laten zien hoe ik werk en waar de boeken eigenlijk allemaal stiekem gemaakt worden. Ik ga jullie een paar dingen laten zien, met wat materiaal en wat boeken. En, we gaan een mooi rondje maken. Zoals je ziet staat hier helemaal niets, geen computer, geen printer, geen scanner, niks. Voordat ik dit soort boeken maakte, werkte ik heel veel met de computer. Dat deed ik eigenlijk een ander vak, werkte ik als grafisch ontwerper. Daar miste ik het echt pure ambachtelijke, de potloden, de verf, de penselen. En, ja, het echte aardse gevoel bij iets maken vanuit een wit vel papier. Ik heb een tijdje heel veel met deze boekjes gewerkt. In dit geval, best schattig, ben ik begonnen met heel veel verschillende konijnen te tekenen. Het is voor mij eigenlijk een zoektocht om tijn zoveel mogelijk in mijn vingers te krijgen. Zoveel mogelijk in mijn handen, zodat ik, als ik met de uitwerking begin, op zo natuurlijk mogelijk manier kan uitwerken. Ik zal je laten zien met welk boekje ik begonnen ben. Dit is dus ineens een mol. Dit boekje is voor mij heel waardevol, omdat het natuurlijk het allereerste boekje is geweest dat ik gemaakt heb. Een belangrijk boek voor mij is Wolf en Hond. Vooral vanwege het feit dat onze eigen hond daar een zieke rol in speelt. De serie van Mejuffrouw Muis. Deze boeken staan helemaal bomvol met allemaal grapjes over mij en Ramon en onze kinderen en onze hond. Deze pagina bijvoorbeeld, van allemaal dronken muizen in een café. De avond voordat ik deze tekening heb uitgewerkt van mijn man s'nachts thuis. Iets te diep in het glaasje gekeken. Dus dat was ook heel inspirerend om deze pagina de volgende dag te maken. Mejuffrouw Muis krijgt muisjes. Ik was zelf zwanger toen ik het boekje maakte. En Mejuffrouw Muis en de dokter zijn hier continu in discussie over of het nou een jongetje of een meisje moet worden. En wij wisten bijvoorbeeld ook niet toen ik zwanger was dat het een meisje zou worden. Dus al die emoties zitten ook bijvoorbeeld in dit boek helemaal verstopt en verweven. Oh ja, wat ook wel leuk is, dit is het wiegje van Liv, van onze dochter. Maar ja, zo zit het helemaal vol met al dat soort grapjes. Dit boek, De Boomhut, heb ik samen met mijn vader gemaakt. Wij hadden al enige tijd de wens om samen een keer een mooi boek te maken. Mijn vader heeft alle achtergronden opgeëst. Ik heb daar overheen heb ik de dierfiguren geschilderd, dus de verdeling van het boek is eigenlijk heel duidelijk. Als je iedere keer bedenkt dat de dierfiguren door mij zijn geschilderd, dan kan je denk ik met de rest nog vragen. Ik kan je wel laten zien hoe wij ontzettend veel meer voor de boomhut hebben gemaakt om uiteindelijk tot een boek te komen. Dit is bijvoorbeeld een basisets die mijn vader heeft afgedrukt. Vervolgens met een nieuwe plaat maakt hij een afdruk van kleur eroverheen. Of een afdruk van sneeuw of van regen. Of... Zo heb ik de etsen steeds van mijn vader aangeleverd gekregen. En met deze lege prenten ben ik aan de slag gegaan. Heb ik hier dierfiguren ingeschilderd. In maart hadden we de Bologna Ragazzi Award gewonnen in Italië. Ja, dat was voor ons natuurlijk bijna niet te bevatten. Het was zo'n ontzettend grote verrassing. Maar goed, we zijn dus naar Italië geweest. We hebben de prijs in ontvangst genomen. Natuurlijk in een gouden jurk. En we waren net een beetje geland van dat avontuur terug in Nederland. En vervolgens kregen we 's ochtends vroeg een telefoontje van Jean-Christophe. Uitgever van MSK, dat we het gouden penseel hadden gewonnen. Ja, dat is eigenlijk gewoon weer precies hetzelfde verhaal. Het is niet zo dat je dan denkt van, oh, nou die ook nog. Maar ja, het is, was ook weer heel groot. En ik had stiekem wel in gedacht van, god, het zou wel erg leuk zijn als er in Nederland dan nog iets zou gebeuren. Maar om goud durf je natuurlijk nooit.